Goedendag. Ik heb even een plaatje meegenomen van zes jaar geleden. Er trokken een aantal stevige sneeuwbuien over het land. Met vooral in het oosten lokaal 30 centimeter sneeuw. Nou, vandaag is dat echt wel heel anders. Een laag drukgebied trekt over het land, zorgt voor veel wind, maar ook wat ja, onstabiel weer. Met buien en ja, het is een beetje onstuimig en ook vrij zacht. De temperatuur ligt zo rond de 10 graden. En dat is toch wel iets warmer dan gebruikelijk. Ook van bovenaf zien we dat mooi terug. Nederland verscholen onder een bewolking en een mooie krul van dat lage druksysteem. En vooral ten zuiden daarvan zit dat windveld. Maar inmiddels trekt dat windveld en de meeste buien Duitsland in en wordt het vanuit het westen allemaal wel iets rustiger. Ook op de computeranimatie zien we dat mooi terug. Nederland verscholen onder dat lage drukgebied met ten zuiden daarvan dat windveld en die buien... Maar vanuit het westen wordt het dus tijdelijk wat rustiger. En we krijgen vanavond en vannacht ook te maken met brede opklaringen en mogelijk mist. Maar we zitten tussen twee systemen in. En morgen wordt het alweer in de loop van de dag bewolkt. En krijgen we weer opnieuw te maken met regen en buien. En ook woensdag verloopt toch echt wel nat. Met geregeld buien. En vooral ja, later op de dag een paar opklaringen. Maar dat is echt pas aan het eind van de dag. Kortom, het is een beetje van de regen in de drup, maar vanavond is het dus echt wel even tijdelijk beter. Die buien trekken dus weg en de wind zwakt af en komende nacht kan dan wel makkelijk nevel en mist ontstaan. Het koelt met opklaringen af naar 2 of 3 graden, maar aan de kust blijft het ietsje milder met een graad of 5. Morgenochtend is het dan regionaal eerst wat mistig of nevelachtig, maar die mist en nevel trekken op. Maar die zon die krijgen we eigenlijk niet of nauwelijks te zien, want de bewolking is alweer toegenomen. En in de loop van de middag trekt dan een storing vanuit het zuiden het land binnen. En dan gaat het dus flink regenen. Regionaal kan er eerst 10 mm vallen. De temperatuur ligt zo tussen de 7 en de 10 graden. En de zuidoostenwind is meest matig van kracht. Ook woensdag dus die buien bij een graad of 8. De nacht van woensdag op donderdag verloopt wel iets frisser met een graad of 2. En ook donderdag is het ja, toch wel ietsje koeler met een graad of 5. Maar de rest van de week is het toch wel wat aan de zachte kant. De temperatuur ligt zoveel tussen de 7 en de 10 graden. En ook de nachten verlopen wel wat mild. De temperaturen ruim boven het vriespunt. En ook in de pluim zien we dat zachtere weer nog steeds terug. Tot ver volgende week. Temperaturen die dagelijks tussen de 7 en de 10 graden liggen. En pas eind volgende week zou het eventueel wat kouder kunnen worden. Tot de volgende keer!